Welkom terug bij het kanaal van Harry de Ferryman. Vandaag een filmpje over het reviseren van de klapblokken die we naast de pont hebben liggen. Door die klapblokken loopt de geleidekabel. Wij hebben vijf kabelveren, dus die zitten aan de geleidekabel. En die gaan, hoe lang gaan die blokken mee? Bij de ene pont is het een jaar, bij de andere is het 3 jaar. Maar ik denk gemiddeld genomen dat ze 1,5-2 jaar op een pont hangen voordat ze weer voordat ze versleten zijn. En dat we ze moeten reviseren. Ik heb er nu een aantal bij elkaar gespaard. Zo krijg ik ze binnen zoals deze staat. Deze is versleten. Dit is een geleidekabel die wij erin hebben liggen. Je kunt zien die liggen voor diep in. Het wangetje is heel dun en de lagertjes worden wat minder. Komt er speling op. En die gaan we dan eens uit elkaar halen vandaag. En dan komt er een nieuwe schijf in. Dit is een nieuwe schijf. Kun je ongeveer zien wat die ingelopen is. Aan deze kant zit de smeernippel. Als we hem uit elkaar trekken, midden in het blok, zit een afstandhoudertje in. En daar heb ik weer nodig, dus ik moet er een lagers uit halen. En dat is één grote vetbende. Het gebeurt ook wel eens, dat loopje nog niet zo diep ingesleten is, dat er op de een of andere reden niet goed gesmeerd of misschien iets tussen gezeten, dat het lagertje kapot loopt. Dan hergebruiken we het loopwiel weer wel. In de schijven sla ik altijd een datum wanneer ik ze uitlever. Dat wil niet zeggen dat ze meteen op de pont gaan, want er ligt er ook altijd eentje reserve op iedere pont. Als er ongeluk eentje kapot gaat, dat ze meteen kunnen wisselen. Deze die is weggegaan in 2012, de 11e maand. Dus die zit nu bijna, die heeft er bijna 4 jaar op gehangen. Dat is gewoon lang. Het is niet zeker dat hij 4 jaar echt op de pont heeft gehangen, maar hij is toen weggegaan naar de veerpont. Zo, we hebben alle onderdelen uit elkaar gehaald, alles schoongemaakt, ontvet. Het is wel zo plezierig om het weer in elkaar te zetten en alles vetvrij is. Het zijn niet zo heel veel onderdelen per blok, maar we lopen er even langs. Er zijn de ringen, komen tussen de lagers in te zitten. Er zitten sneetjes in, kan het vet door naar de lagers toe. Er zijn de vulringetjes aan de buitenkant. Dit zijn de ringen, die komen er bovenop te liggen, zodat het lager er niet uit kan komen. En dat het wiel op dezelfde plek blijft zitten. De moeren, de assen, dit zijn de loopwielen. We hebben er nog verschillende oude bij staan. Die zijn nog goed zat, die kunnen nog een keertje. Die zijn slechter gesmeerd geweest en dan gaan de lagers kapot. Dus daar komen de nieuwe lagers in en dan gaan ze nog een keer. En nieuwe wielen dan voor de blokken die echt helemaal tot op de draad toe versleten waren, komen er nieuwe in. En op de grond staan de beugels. Nou, we gaan ze gauw in elkaar zetten. Voor ieder blok heb ik 1/2 uur, 3 kwartier nodig. De ene blok zitten we mee, de andere blok zitten we tegen. Om hem te reviseren. Dus het uit elkaar halen, het schoonmaken. Ja, gewoon helemaal klaar weer gereviseerd. Het is ongeveer 3 kwartier werk. Dus dat valt op zich nog wel mee. We zullen dus gauw beginnen met ze in elkaar zetten.
Zo, dit was een filmpje om een beetje een indruk te geven wat wij achter de schermen doen. We doen nog veel meer achter de schermen. De mensen normaal zien alleen de veerlui van ons. Die zetten ze over, de pontjes die waren. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, graag duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes zien, kun je je eigen ook abonneren. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houdoe.